Ruben die gaat gewoon voor 5 weken weg. Bijna 2 maanden. Man, wat ga ik jou missen, Ruben. Doei, lieverd. Dag, plezier. Jongens, mijn studio is af. En hij is echt heel lijp geworden. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En het is vandaag rustig, maar wel gezellig in huis. Want we hebben een hele leuke gast. Ik ga het eventjes laten zien. Hey! Hallo! Hallo! Oh ja, Ruben gaat gewoon lekker op vakantie. Die gaat met Amber naar Spanje. Die gaat... Waar ga je toen naar? Tormolinos? Of Carruela? Carruela. Oh, lekker. Ik ga het dan lekker inpakken. Ik heb ook echt heel veel zin om weg te gaan. Maar goed. Wij gaan straks lunchen met z'n tweeën, hè? Gezellig. Ik heb vanochtend ook alweer gesport met Niek. Dus dat was ook heel erg lekker. Ook weer lekker het saunaatje ingegaan. En ik doe nu allemaal heel veel dingen tegelijk. Want ik ben en aan het editen. En ik was de vaatwasser aan het uitruimen. En dan straks weer inruimen. En ik moet nog gaan ontbijten. Maar dat wordt waarschijnlijk gewoon de lunch met mama. Dus ja. Ik ga even door met editen. Zodat jullie weer lekker kunnen gaan kijken. Niks vergeten. Nee, ik heb alles. Heb je drank? Heb je heroïne? Oh. Nee. Niks? Mam. Jawel. Top. Dan kunnen we gaan. Heb je de sleutel van hier? Ja. Ruben die gaat gewoon voor 5 weken weg. Bijna 2 maanden. Man. Wat ga ik jou missen, Ruben? Snap ik. Waarom lach je nou zo hard? Onzin. Jongens, er staat vandaag een stevig windje. Maar Ruben gaat natuurlijk helemaal niet weg voor 5 weken. Hij gaat een weekje weg, 7 dagen. Samen met Amber lekker naar Spanje, jongens. Oh. Ik ben wel een beetje jaloers. Maar gelukkig wordt volgende week wel lekker weer. 24 graden of zo. Hier in Nederland. Dus dat is ook prima. Ruben. Dag. Dag, Ruben. Ik ga het zo missen, Ruben. Ja, wat wil je? Oh, oké. Okay. Dag. Dag. Doei, lieverd. Dag, plezier. Daar gaat ie. Goed dan, Amber. En nu gaan we broodjes halen. Ja. Doet het niet. Heb je het verkeerde zitten zeggen? Nee, ik hoorde het. Zo... Deze. Jij zei naast die sleutel, deze. Ja. Nou. Maar je moet hem trekken zo. Nou. Dat is een lastige deur, oké. Okay. Het is ook zo'n lastige deur. Fijn dat je oproept voor je moeder. Ja, ik hoorde dat. Alsof er een muis zat te knagen. Tja. Vorige keer in de vlog zagen jullie dat er duiven op het balkon waren. Maar wat is nu opeens het probleem is, dat er steeds duiven komen en die gaan hier takjes neerleggen. Of hier, of ze leggen daar takjes neer. Dus ze zijn waarschijnlijk een nest aan het bouwen. Alleen, maar wij willen totaal geen duiven hier, want het gaat natuurlijk om die gaan allemaal kak hier en zo. Dat is gewoon, ja. Het zijn gewoon vliegende ratten, zo noemt mijn oma ze. Maar goed, het is misschien wel een beetje zielig, maar wij hebben die takjes gepakt. En die hebben we weer naar beneden gegooid, zoals die duif straks terugkomt en denkt van, oh, wat zijn mijn takjes nou? Maar wij wisten niet dat jij... alles die tekst al van tevoren moest leren. Maar zo, ja, niet gezegd dat die dag was of zo. En toen ineens kwamen we dus zo. En toen zei dus inderdaad Rikkie, nou, zullen we die tekst doornemen, ken je hem goed? En wij zo, ja, maar dat was helemaal niet doorgegeven. En toen moest hij dus dit opnoemen, al die vogels. Jij had toch ook laatst die duif gezien op het balkon? Ja, die heb ik gefilmd. Ja. Ik dus laatst ook in een vlog, maar... hij zat hier de vorige keer, kom hier aan met takjes in zijn mond. Ja, dan ben je hier ook een takje. Ja, ja. Dus waar hier? Op het filmpje. Oh. Nee. Maar ik heb die takjes opgepakt en heb ze naar beneden gegooid. Is dat flauw? Hoezo? Hij betaalt toch geen huur waar hij wil? Ja, dat is wel waar, ja. Mijn ouders zijn er weer vandoor. En Willem en ik, die hebben een beetje een probleem. Want Ruben is natuurlijk bij ons de kok in huis en die is nu 7 dagen weg. Dus wat wij gaan eten, we hebben geen idee. We moeten echt eventjes met een plan komen. Een broodje kaas? Ja, kan. We wilden eerst ook wraps maken met kip erin en dan tomaat. Zo van Caesar salad, maar dan in een wrap. Alleen, dan moeten we wel even boodschappen gaan doen, Wim. Ja, jongens, komt er nu aan. Dus gaan we eerst sporten en dan... Maar dan is de winkel dicht. Ja, maar gaan nu eerst boodschappen. Okay. Oh, wat lekker zeg. We hebben er toen wat van kunnen maken, jongens. Kip in een lekker wrappie. Beetje groente erbij. Wim, we kunnen het wel. Nou, echt veel gedaan hebben we niet. Maar we kunnen het wel. Ja. Een hele goede morgen. En ik zit alweer lekker in het zonnetje met een bakje kwark. Met, wat zit er ook weer? Oh ja, appel. En een lekker watertje. Lekker van het zonnetje te genieten zonder shirt. Jongens, het kan niet beter. Het is nu al echt heel erg heet. Alleen volgende week dinsdag wordt het volgens mij 24 graden hier in Nederland.
Dus dat is helemaal top. Maar wat is de planning vandaag? Ik heb om 3 uur een casting voor een nieuwe film. En vorige keer in de vlog had ik ook een self-tape opgenomen. Dan had ik jullie uitgelegd wat het was. Weet je, dat je... Ja, toen heb ik hier zelf op de bank zeg maar die scène gedaan. Maar nu ben ik zeg maar uitgenodigd voor echt een fysieke casting. Dus dat is hartstikke leuk. En het lijkt me ook echt hartstikke leuk om gewoon weer een keer ja, echt een leuke film te spelen. Dus ik ben benieuwd. En daarna ga ik een campagne opnemen, want ik moet een soort van duet gaan zingen met Rolf Sanchez voor TikTok. En dat is hartstikke leuk. Vind ik ook leuk, omdat ik natuurlijk van muziek houden hou. Maar we hebben nog steeds het akoestiek probleem in het andere appartement. Dus misschien dat we dat vandaag ook kunnen oplossen. Want ik heb contact gehad via mijn pa met een gast die zeg maar hele mooie vette akoestische panelen maakt. En we hadden daar een prijs van gekregen hoeveel het zou kosten om die kamer zeg maar mooi akoestiek, ja, om het gewoon heel goed akoestisch te maken. Dus ja, misschien dat vandaag ook wel gaat gebeuren. Zo, ik zie nu trouwens, ik zat even in die bullet terug te kijken, maar ik heb helemaal zo'n kwark mond. Nou, lekker. We zijn in het andere appartement en ik heb mijn bureau nu hier gezet in plaats van hier. Want ik was eventjes naar die muziekwinkel gaan waar ik eigenlijk van die panelen wilde kopen. En die zeiden al, want ik liet de plattegrond zien, die zeiden al van als je het hier neerzet, dan galmt het geluid zeg maar rechtstreeks tegen deze muur aan. En dat kaatst dan heel snel weer terug in je oor. En hij zei dat dit een handige positie was. En ook voor mijn boxen, zeg maar kijk, ik kan mijn box nu een stuk naar achter zetten. Dus dit is een stuk beter. Natuurlijk niet zien wat hier allemaal op staat, maar ik ben ook ondertussen eventjes lekker mijn tekst aan het oefenen voor de casting straks. Het is tijd om naar Amsterdam te gaan voor de casting van de nieuwe film. Dus ik ga mijn schoenen aandoen, ik ga mijn sleutels pakken en dan ga ik er vandoor. En dan ga ik hopen dat ik het goed ga doen. Want anders dan, ja, dan word ik niet. En dat is niet leuk. Dus ik ga mijn best doen. Ik zit alweer in de auto. Ik heb net de casting gehad en volgens mij ging het wel goed. Ik weet bij een casting gewoon nooit, jij weet het ook gewoon nooit. Kijk, ik heb ook een keer gehad dat het voor mijn gevoel echt heel slecht ging. En toen was ik het geworden. En de andere keer ging het weer heel goed voor mijn gevoel. En was ik het niet geworden. Dus het is gewoon... Maar goed, ik hoor volgende week of ik de rol heb gekregen. Of dat ik nog een keer moet terugkomen. Ik weet het niet. Maar als ik een casting heb gedaan, dan ga ik het altijd gelijk vergeten. Dus nu is het gewoon, vergeet ik het. En dan, ja, dan kan het ook niet tegenvallen, zeg maar. Ik ben net bij mijn pa geweest. En wij gaan nu eventjes samen kijken naar die akoestische panelen. En ja, gewoon even checken of ze goed zijn, of ze er mooi uitzien. En misschien ga ik ze dan wel kopen. Alleen denk ik niet dat ik ze nog nu kan meenemen of vandaag al. Dus dan komt het ergens volgende week. Ik ben buiten adem, moest even rennen voor iets. Maar goed. Oh, jongens, het is toch gelukt. Mooie paneeltjes winnen. Oh. Dus we hebben deze panelen, dat zijn er 8. En deze komen er nog bij. En deze komen er nog bij. En het is een mooi spul. Decibel bij Johansson. Dat is een mooi spulletje, toch pa? Zeker, ja. Dus ja, mijn achterhoofd is een beetje zootje. Maar dit gaat echt wel helpen, dus ik ben heel erg benieuwd. Alles zit erin. Ik heb nu al zin om het te gaan ophangen. Want als het goed is, maakt dit heel veel verschil. Dus nice. Jongens, momenteel heb ik echt een probleem. Willem is naar Ajax, dus die eet sowieso niet thuis. Nou, Ruben is er ook niet. Dus ik heb van mijn pa gehoord dat hier in Amstelveen bij deze slager, dat je daar kant-en-klare maaltijden kan halen. Nou, doe ik dat maar. Nou jongens, perfect dit. Maaltijdsalade met kippendij, heerlijk. Zo jongens, daar staat het allemaal. Helaas is Ruben niet thuis en is Willem niet thuis, dus niemand kan me helpen. Top! Zo, het is boven. Ik heb eventjes mijn shirt uit, want het werd een beetje warm. Ik ben al een stuk verder. Hier hangen al 4 panelen. Daar hangen al 4 panelen. En ik heb in de hoeken al die base straps opgehangen. Maar het is echt een heel simpel systeem. Kijk, ik pak hier dan bijvoorbeeld zo'n magneetje. Die doe ik dan hierop. Zo. Hats. Zo. En dan doe ik hier dubbelzijdig tape op. En dat plak ik dan op de muur. En dat blijft gewoon heel erg goed zitten. En hoef ik ook niet te boren en zo. Dus het is ideaal, jongens. Het begint al wat te worden zo. En het werkt ook al echt goed. Dus ik merk nu al aan het geluid dat het beter wordt. Dus dat is top. Jongens, mijn studio is af. En hij is echt heel lijp geworden. Kijk eens eventjes aan. Hier 4 panelen. Daar 4 panelen. In de hoek een base strap. Hier nog panelen. Daar een base strap en daar een base strap. En ik had deze nog, die heb ik gewoon aan de zijkant gezet. En kijk jongens, het staat. En ik ben er blij mee, het is top. Het ziet er goed uit, het geluid is echt een stuk beter. Het galmt ook niet meer zo. Waarschijnlijk horen dat het nu ook op camera dat het echt een stuk minder is. En het kan altijd beter, maar goed, het is nu perfect. En ik ben er heel erg blij mee. Willem, die is naar Ajax en Joris en zo ook allemaal. Ruben is op vakantie, maar dat wisten jullie al. Maar vanavond kan Ajax kampioen worden. En dan gaat het natuurlijk helemaal los in de stad. Dus wie gaat er naar de stad? Ikke! As hebben gewonnen. En waarschijnlijk ga ik niet hier in mijn eentje kijken, maar ga ik straks naar de Zuidas. Naar Thibaut. En dan ga ik daar voetbal kijken samen met Sam en Levi. Dus ja, wordt nog gezellig misschien vanavond.
ik ga nu richting de Zuidas, richting Thibaut. En ik ga mijn camera niet meenemen, want waarschijnlijk gaan we naar richting de stad. En dan ligt mijn camera bij Thibaut en dat is gewoon niet zo handig. Want ik moet morgen natuurlijk ook weer gewoon gezellig vloggen voor jullie. Dus de volgende beelden die eventueel komen, zijn op mijn telefoon. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gefilmd met mijn telefoon, omdat we eigenlijk niet meer zoveel hebben gedaan. Alleen, ik werd net wakker en ik keek naar buiten. En de duiven die zitten weer op het balkon. En ze leggen hele takjes neer en al dat gedoe. Dus kijk. Oh, yo. Ik schrok. Hier is er weer een. Hier. Weg. Ik weet niet. Zo, ik schrok me wild. Ze waren dichterbij dan ik dacht. Maar kijk, ze leggen elke keer hier wat neer of zo. We gaan hier geen nestje bouwen, boys. Willem gaat naar stage en neemt mee. 1, 2, 3, 4, 5 broodjes kip met avocado. Bonnetjes, net zoals jij. Oh, wat schattig. Je hebt echt zo'n broodtrommeltje gewoon. Ja, dus anders blijf je brood toch niet goed. Oh jongens, ik was net lekker in slaap gevallen. En opeens is dit er. Hey, wat gezellig. Nou, Ella-Lies er ook weer lekker bij. Wij gaan zo waarschijnlijk richting de stad, want ik heb onderboeken nodig. Want al mijn onderboeken die zijn verdwenen. Ik weet niet waar ze heen gaan, maar ze zijn, zijn opeens weg. Geen idee. Ik ben sowieso heel veel kleding kwijt, voor mijn gevoel. Heb jij het niet? Ik dacht dat jij het had. Ja, ik zou ook niet weten dat ik met jouw onderbroeken zou moeten. Nou, zou ja. Zou ik voor één kleding niet? Dat was man. Oh ja. Daar zijn we dan. In de Bijenkorf. En ik heb onderbroeken nodig. Dus die ga ik halen. Voor ik had het verkeerde onderbroeken gekozen. Had ik van een hele kleine. Dat wil ik niet. Ik wil nu normale. Nee, is niet best. Jongens, missie geslaagd. Ik heb onderbroeken. Nou jongens, ik ben helemaal geslaagd. Ik heb ook gelijk koffie meegenomen. Goh, 2-1. Zit ik gisteren helemaal die platen op te hangen, kom ik vandaag de kamer in. En wat zie ik? Is het eraf gelazerd? Hier zit nog wel een magneet op de muur. Alleen de andere die zijn allemaal eraf gevallen. Dus ik moet even opnieuw gaan doen. Nou jongens, het hangt weer. Gelukkig. Dit was alweer de video voor vandaag. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag om 6 uur terug bij een nieuwe video later.